Hart, hoe laat was je wakker vanochtend? 3:10. 3:10, dat is echt een echte bakkerstijd. 3:10, ja. En 3:15 hier. Maar alleen dat, die tijden, dat is toch eigenlijk al reden genoeg om helemaal niet voor dit vak te kiezen. Ja, het is vooral liefhebberij, hè. Ja. Dus dan neem je dat op de koop toe. Hey, maar in de afgelopen jaren is je liefhebberij wel een beetje uitgegroeid tot dit, toch? Ja, inderdaad. Dus het is, het is gewoon het maken van mooi brood. Het zorgen dat je met goede spullen toch eigenlijk toffe dingen kan maken. Maar net als deze oven bijvoorbeeld, dat je ze spiksplinternieuw neem ik aan. Ja. Maar voorheen had je die niet, of wel? Ja, voorheen had ik, ik sta nog steeds thuis, had ik een pizza oven. Dat is net iets ander type. Deze bakt eigenlijk net iets mooier, iets rustiger en je hebt meer mogelijkheden erop, zoals de stoomfunctie, zodat je brood veel mooier open kan krijgen. Dan krijg je eigenlijk veel meer dit soort effect, doordat je tijdens het bakken eigenlijk een soort waterlaagje over je deeg krijgt. Uh-huh. Echt veel meer mooie de tijd om goed open te werken. En dat zijn wel voordelen van dat soort ovens. Ja, absoluut. Aard, wat kunnen de mensen verwachten? Je gaat vandaag om 8 uur open, 9 uur? Ja, 8 uur open tot 1 uur. En dan is iedereen welkom om een broodje te komen halen. Maar je kan ook van alles proeven wat we verkopen. Dus, en wat verkoop je zoal? Dus brood heb je sowieso? Ja, we hebben verschillende soorten brood. Dus we doen wit en bruin, zeg maar. Dus de normale dingetjes eigenlijk. We hebben abdijbrood met gekookte roggen. Dus gekookt in bier eerst. Dus dat is ook wel een aanradertje. Pakketjes maken we. Bolus, dat moet je zeker proeven. Dat zag ik achter me al gebeuren. Ja, dat zijn echt wel. Dat is echt wel een van de dingen waar ik echt wel het meest trots op ben. Maar die kan ik, die gaan gewoon heel goed. Ja. Dus die moet je zeker proeven. We maken nog wat croissantjes, pennen, chocola, een beetje de Franse dingetjes, stokbroodjes, maar dan... Allemaal lekker naaien. Ja, absoluut. Dat is helemaal goed. En je bent dus voortaan, je bent op de zaterdag ben je sowieso open? Ja, vrijdag en zaterdag. Oké. Okay. Vanaf 8 tot 1. Ja. En we beginnen dan inderdaad op tijd met bakken, zodat er van alles wat is, 's ochtends. Precies. En tijdens de ochtend wordt er gewoon voortdurend nog bijgebakken. Dus ja, en van tijd tot tijd ga je ook workshops verzorgen, maar daar kom je later op terug. Klopt, ja. Eens in de maand is er ook een workshop, verschillende thema's. Als je op www.aarsbrood.nl kijkt, heb je een kopje workshops en daar kan je inschrijven. Dus eigenlijk elke maand een ander thema. Soms is decem, soms zijn bolussen. En iedereen kan instappen, of je nou ooit hebt gebakken of niet, je bent allemaal welkom. Iedereen is welkom. Helemaal goed. Ik leg het gewoon uit. Komt allemaal in orde. Helemaal goed. Nou, Aart, ik wens je veel succes hier zo. En aan de slag zou ik zeggen, want er is nog van alles te doen. Hè? Zeker. Dankjewel.